In deze video gaan we ons ergeren aan dingen waar wij ons heel graag aan storen. Kleine dingetjes in het filmproces of in de voorbereiding waarvan we denken, haha, dat is onze favoriete irritatie. Hoi, mijn naam is Grietje. Ik ben een van de twee videomakers van De Videomakers. Op dit YouTube-kanaal helpen we jou bij het maken van betere video's. En dat doen we niet alleen hier. Dat doen we ook op onze website met allerlei artikelen, met allerlei cursussen, met een hele goede nieuwsbrief waar allemaal tips en tricks in staan die je soms weer niet kan vinden op ons YouTube-kanaal. Oftewel, als jij echt gewoon wop in het videomaken wil duiken, dan ben je bij ons aan het juiste adres. En in deze video gaan we lekker een beetje mopperen. Maar mopperen op een gezellige manier. Ik weet niet of je de term pet peeves kent. Dit is een Engelse term, maar wat we er in dit geval mee bedoelen zijn dus soort van irritatietjes waar je je gewoon elke keer als dat langskomt zo een beetje aan stoort, maar waar je dan stiekem ook wel een beetje van kan genieten. Waar je een beetje zo lekker op kan gaan zitten mopperen. En wij maken nooit moppervideo's, want we zijn altijd heel gezellig en heel vrolijk. En dat zijn we in deze video ook. Maar we dachten, laten we ook eens gewoon onze lichte irritaties als filmmaker met je delen. Met natuurlijk ook het idee dat dit dingen zijn waar wij van leren en waar jij ook weer van kan leren. We leven natuurlijk in een tijd waarin AI heel erg aan het opkomen is en dat mensen overal aan het uitproberen zijn wat dat allemaal voor ons kan doen. Dus wat je ook heel vaak ziet is dat AI stemmen maakt of dat je computerstemmen ergens hoort. En er zijn best wel wat momenten waarop ik me daar een beetje, waarop dat een beetje jeukt. Ik ben natuurlijk ook voice-over, maar ik vind heel vaak bij zo'n computerstem hoor je echt dat het een computerstem is en dat het geen mens is. En op het moment dat jij Skype opstart en er is nog niemand online en Skype zegt, joh, wil je even met mij testen of je verbinding goed is en je hoort dan een computerstem, dat vind ik prima, want dan ben ik met een computer bezig. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld een audioboek inspreekt, of op het moment dat jij een bedrijf bent en je hebt een telefoonbandje waarop je zegt bedankt voor het wachten, er zijn nog zoveel wachtende voor u, dan vind ik het heel storend als dat een computer is. Omdat ik denk, maar ik bel omdat ik een mens te spreken wil krijgen. Ik luister een boek omdat een mens dat verhaal heeft gemaakt. En je hoort toch in de intonaties aan het einde, hoor je vaak dat het een computerstem is. En ik merk dan dat ik denk, zeker bijvoorbeeld bij zo'n bandje aan de telefoon, laat gewoon een van de medewerkers het inspreken. Dat heeft mijn huisarts ook. En dan denk ik, och, dat hoeft helemaal niet perfect te zijn. Maar dat is gewoon gezellig. Als ik degene hoor die altijd achter de balie zit, die zegt, een momentje geduld nog alsjeblieft. Dan denk ik, ja. En dan ben ik al zoveel meer in een lekkere mood. Dus daar kan ik me soms een beetje aan storen, aan de computerstem. Ja, leuk. Nou, ik heb er ook wel een paar hoor, van die dingen die ik steeds weer tegenkom waarvan ik denk, de eerste die ik wil noemen is de banner in beeld. Ik heb heel vaak dat ik ga filmen met mensen voor een bedrijf of zo en dat ze dan zeggen, we hebben een banner met ons logo erop. Zullen we die ook in beeld zetten? En dan denk ik altijd, nee, het hoeft niet. En ik snap het hoor, want je hebt een mooie banner laten maken, dus die wil je zoveel mogelijk overal gebruiken. Maar in een video hoeft dat nou net echt niet. Want in een video kun je gewoon dingen in beeld plakken. Je kunt hier gewoon, hiernaast, heel prachtig het logo in beeld zetten. Dus waarom zou je dan een banner in beeld zetten als je het ook later in de montage in beeld kunt plakken? En banners zijn fantastisch, maar gebruik die in real life. Als je op een beurs staat of zo, zet dan een banner natuurlijk. Maar in een video, nee. Dus elke keer als me dat weer gebeurt, dan vertel ik dit verhaal. Ja, over dingen in beeld zetten. Een van mijn andere pet peeves is dat je ondertitels niet kan lezen. En dan denk ik, dan heb je helemaal de moeite genomen om ondertitels te maken. En vervolgens zie ik ze niet. En deze irritatie, die werkt eigenlijk twee kanten op. De eerste is dus als ontvanger. En ik merk dit vooral, en dit is ook een dingetje, dat er is nu heel veel Reels, zeg maar, of heel veel op Instagram, op TikTok, op Facebook, dat je staande video's hebt. Maar dat er ook nog heel veel meuk in beeld staat. Dat er hier nog allemaal dingetjes, of voor jou dan aan die kant zo, logootjes staan van, je kan het ook delen. En hier zijn nog extra opties. En hier is nog degene die het gemaakt heeft. En hier is nog een extra omschrijvingje. En hier is nog een linkje naar dit en naar dat. En
En op een gegeven moment is een soort van bijna al het beeld al ingenomen door extra tekst. Ja, weet je, als je dan netjes onder in beeld een ondertiteltje hebt gemaakt, ja, dan komt dat onder die teksten zitten. En dan kan ik allebei die teksten niet meer lezen. Waardoor ik denk, ja, dus nou, dit, nou, nou, nou. Aan de andere kant erger ik me dat hier dus ook aan, op het moment dat ik video's moet maken die we in de YouTube Shorts delen, dat ik de ondertitels zo ongeveer halverwege het beeld moet doen. Dat ik bijna het gevoel heb, nou ja, ik ben blij als je er nog overheen kan kijken, omdat al die extra meuk daar staat. Goed, daarnaast heb je dan nog, als mensen ondertitels maken en bijvoorbeeld ze niet contrasterend maken met de achtergrond. Het helpt bijvoorbeeld als je letters hebt met een beetje een schaduwtje erachter. Als je dat niet doet en je hebt witte letters en het valt toevallig net weg in een stuk wit van de achtergrond, dan kan je net zo het einde niet meer lezen. Dan moet ik zeggen dat dit minder vaak misgaat, want als je een standaard ondertitel tool gebruikt in je montageprogramma, dan is dat vaak wel zo ingesteld dat de teksten gewoon goed te lezen zijn. Maar ja, dat dus. Als je me een tekst geeft, dan wil ik hem ook graag kunnen lezen. Iets wat ik vroeger vaak zag en tegenwoordig ook nog wel eens zijn interviews of video's met interviews daarin, waar je niet alleen iemand zeg maar zo ziet dat iemand gewoon naar de camera praat of misschien iets erlangs als iemand geïnterviewd wordt, dan kijken ze vaak langs de camera. En dat je dan naast dat soort beelden ook nog beelden ziet van bijvoorbeeld de handen die bewegen, los. Of beelden van de zijkant. Dat je nog een tweede camera hebt op de geïnterviewde. En dat je die persoon ook even van de zijkant bekijkt. We hebben hier toevallig laatst een video over gemaakt. Kijk die vooral. In elk geval, ik wilde hem hier ook nog noemen, omdat ik dit toch wel eens voorbij zie komen in video's. En dat ik wel eens klanten heb die me dat vragen van, zullen we dat zo doen? En dat ik in beide gevallen denk, ah, ja maar nee. Doe dat nou niet. Ik vind het gewoon, laat ik maar eerlijk zijn in deze video waar we toch aan het mopperen zijn. Ik vind het gewoon heel lelijk. Doe het niet. En het onderbreekt gewoon de flow waarin je zit als kijker. Want als kijker ben je mee aan het gaan in het gevoel wat er verteld wordt. En als je dan opeens als kijker aan de zijkant staat, dan is het zo, ben je zo uit het verhaal. Ik vind dat gewoon niet passen. En ik kan me voorstellen dat er momenten zijn waarop het misschien wel past. Dat het past bij de manier waarop je het verhaal vertelt, dat het wel kan. Maar het wordt eigenlijk, wordt deze manier om een interview in beeld te brengen, te pas en te onpas gebruikt. En er wordt er niet goed over nagedacht en dan werkt het gewoon niet. Oké, de volgende is misschien niet helemaal een pet peeve, maar ook gewoon iets aan mij wat niet goed werkt. Ik heb dus best wel een pet peeve voor slechte geluidskwaliteit. Je hebt misschien wel eens de video gezien over mijn gehoorbeschadiging. Mocht je die niet gezien hebben, heel kort. Ik heb tinnitus en een overgevoeligheid voor geluid. En zeker als ik al overprikkeld ben op een dag, ja, dan komt geluid bij mij gewoon niet meer lekker binnen. En als ik dan 's avonds mijn telefoon pak en YouTube-filmpjes ga kijken, dan merk ik echt wel goed het verschil tussen of iemand een goede microfoon gebruikt heeft of niet. Of dat bijvoorbeeld het geluid een beetje overstuur is, of dat iemand ergens in een ruimte was waar heel veel mensen waren en dat iemand dacht, oh, ik vlog er gewoon doorheen. En voor heel veel mensen zal dat ook prima zijn. Maar voor mij is dat gewoon, ja, mijn oren kunnen dat vaak gewoon dan niet aan of niet meer aan. En in die zin vind ik het een pet peeve, omdat ik dan altijd een beetje, ja, verdorie, zit ik net een leuke video te kijken waar ik zin in had. He, wel mijn favoriete YouTuber en dan gaan ze opeens naar een restaurant en dan is ineens de geluidskwaliteit zo dat ik het gewoon niet meer kan volgen. Of dat ik gewoon het geluid helemaal uit moet zetten en dan af en toe even aanzetten en dan hoop dat ze daar weer weg zijn of dat het geluid weer beter wordt. Maar goed, wat ik al zei, dit is dus niet echt een pet peeve. Dit is ook gewoon iets wat aan mij kapot is, wat ik gewoon niet kan. En wat soms ook een beetje verdrietig is dat ik dat niet kan. En los daarvan is goed geluid ook gewoon heel erg belangrijk voor je video. Ja! Ik bedoel, nog losstaand van mijn oren, zorg gewoon liefst dat je video zo vaak mogelijk goed geluid heeft. De volgende is er eentje die ik voorbij heb zien komen bij opdrachtgevers die mij deze vraag stelden om op die manier te werken. Maar ik ook wel eens heb gezien, gewoon in video's die ik zelf online keek. En dat gaat erom dat een soort van fakeheid in zit. En dat zit hem in of iemand doet alsof die geïnterviewd wordt of gewoon direct zelf in de camera praat. En dit klinkt een beetje vaag. Ik ga proberen dit goed uit te leggen. Een voorbeeld. Er is een bedrijf die wil een bedrijfsfilm maken waarin ze gaan vertellen over, kijk, wij zijn een heel goed bedrijf en je moet vooral bij ons die spullen kopen.
Als ze dan een film maken waarin er een interviewer is die dan vragen gaat stellen en de directeur komt aan het woord en die praat langs de camera alsof die geïnterviewd wordt. En daar gaan ze zelfs nog wat op social media foto's van plaatsen van kijk, we worden geïnterviewd vandaag over ons bedrijf. Terwijl eigenlijk zijn ze zelf de opdrachtgever en dus ook de afzender van de boodschap van die in de video verteld wordt. Dan denk ik, maar waarom zou je dan doen alsof er een soort van externe partij is die jullie komt interviewen? Want dat is eigenlijk niet zo, want die heb je gewoon ingehuurd om dit te komen doen. Ik denk, als je als bedrijf iets wil vertellen en je wil dat vertellen aan potentiële kopers of andere geïnteresseerden, wees dan maar eerlijk en zeg gewoon wat je wilt zeggen tegen de camera. Spreek direct je kijker, je potentiële klant, gewoon direct aan en wint er geen doekjes om, zeg maar. En dit is een beetje een vaag punt, want ik heb ook wel eens, we hebben wel eens video's gemaakt voor bedrijven waar we dan de medewerkers interviewden. En dan heb je toch dat ze geïnterviewd worden. Dus dan kijken ze langs de camera en dan misschien is er zelfs wel een interviewvraag in beeld. En daar vind ik het alweer anders. Want een medewerker is niet het bedrijf. Een directeur is het bedrijf. En eventueel een PR-persoon is het bedrijf. Die kan zeggen, wij als bedrijf vinden dat je vooral bij ons moet kopen. Een medewerker kan nog zijn of haar ervaringen delen over hoe is het om te werken bij het bedrijf. Dan vind ik het weer logisch dat je geïnterviewd wordt door iemand en je eigen ervaringen deelt. Maar als jij als bedrijf zijnde gewoon een boodschap wil delen en iets wil vertellen over je bedrijf, dan denk ik, nou ja, spreek dan maar gewoon in de camera en spreek direct je kijker aan. Deze zag ik vroeger wat vaker langskomen, maar recent zag ik hem ook wel weer een aantal keer. En dat is de bloopers verwerken in een video waar het net niet in past. Dus bijvoorbeeld een bedrijf die een bedrijfsvideo maken en dan daarna de bloopers van de set er nog nazet. En het is een beetje een grijs gebied, want bloopers kunnen ook wel weer grappig zijn. Maar dan moeten ze een soort van echt leuk zijn en dan moeten ze ook wel een soort van passen in het geheel. Op het moment dat jij een hele sterke bedrijfsvideo maakt waarin je zegt, nou, dit is wie we zijn en dit is wat we doen, en je gaat daarna nog een soort van die bloopers laten zien. Ja, het doel is dan misschien om een soort van menselijkheid of zo te laten zien. Of te laten zien van, oh, we hebben hier ook heel veel lol met elkaar, je kunt hier met elkaar lachen. Maar dan zou ik zeggen, vertel dat dan op een andere manier in de video zelf. Zorg dat je daar in de sfeerbeelden, in hoe enthousiaste mensen vertellen over dat ze daar werken, dat je het daarin laat zien. Plus, wat er vaak gebeurt, is dat die bloopers eigenlijk helemaal niet zo grappig zijn. Dat ze, vaak zijn het gewoon mensen die hun tekst vergeten of die even moeten lachen, of er gebeurt vaak niet heel erg veel. Dus ik merk wel eens dat ik als kijker denk, oh, we gaan nu opeens de bloopers, omdat ik het gevoel heb dat ik naar een hele andere video aan het kijken ben. Wij hebben zelf ook wel eens bloopervideo's gemaakt. We hebben er twee. Eentje van de superkorte videotips en eentje waarin wij vertellen over onze bloopers. En ik bedoel, het is niet dat je met bloopers niks moet doen. Het is hartstikke leuk om wat met bloopers te doen. Maar bijvoorbeeld als je zegt, joh, we hebben intern een kerstborrel waarin we een aantal van die bloopers laten zien. Nou, superleuk, wordt binnen het bedrijf hard om gelachen. Of als je het hele jaar door filmt, dat je met kerst zegt, joh, laten we een bloopervideo maken. Hè, dan zien we dat van het jaar ook op een grappige manier met elkaar afsluiten. Dan zet je het net even in een ander kader. Mocht je nou ooit je bloopers in een video verwerkt hebben, dan wil ik niet meteen zeggen dat dat een doodzonde is. Maar nou ja, misschien voor een volgende keer wel om erover na te denken wat je ermee wil bereiken. En of je niet ook je bloopers nog veel beter tot hun recht kan laten komen als je er iets anders mee doet. Als je ze op een andere manier inzet. Ze zitten ook wel eens aan de voorkant trouwens van een video. Dat een video alvast begint met de bloopers. Wat ook dat ik denk, oh ja, dan begint hij net niet lekker, die video. En nog een gedachte. Als je nou een filmmaker hebt ingehuurd, wij krijgen deze vraag ook wel eens, en je zegt achteraf tegen diegene, oh, maar kun je anders nog een dingetje maken van alle bloopers? Dat is best wel veel werk. Dat moet en alles weer teruggezocht worden, van waar zaten dan de bloopers, en inderdaad zijn er überhaupt genoeg leuke bloopers om iets van te maken. Plus daar dan weer een soort van setje van maken, een leuk geheel van maken, is weer gewoon het maken van een nieuwe video. Dus mocht je dit vragen aan een videomaker, weet dan dat dit ook wel weer echt werk kost. Dus wij moeten helaas dan vaak zeggen, nou ja, kan wel, maar dan moet je er gewoon extra voor betalen. Want het is voor ons echt extra werk en niet eventjes opzoeken. En ik merk dat heel vaak mensen het dan eigenlijk ook niet meer willen. Mijn volgende pet peeve is interessant, want ik heb het vandaag zelf nog gedaan. Dus
Ik doe zelf ook niet altijd alles goed. En dat is namelijk dat als ik ergens ga filmen met een klant, dat dan die opdrachtgever of die klant niet goed voorbereid is. En dit maak ik echt regelmatig mee hoor. Dat ik dan ergens kom filmen en dat iemand dan zegt, oh ja, ik heb nog eigenlijk niet zoveel tijd gehad om er naar te kijken, maar we gaan het maar gewoon doen. En dat is jammer, want dat kost meestal tijdens het filmen extra veel tijd, omdat je dus tijdens het filmen nog met elkaar moet gaan zoeken naar wat gaan we eigenlijk opnemen. Moet dit erin of niet? En moeten we dit wel zo zeggen? Zullen we hier nog even over hebben? Dat kost tijdens het filmen gewoon heel veel tijd. En in de montage vaak ook, omdat je soms dingen opneemt die toch anders hadden gemoeten. Dat de volgorde nog weer helemaal anders moet in de montage. Dus het kost op meerdere punten veel tijd. Dus ik wil altijd iedereen zeggen dat ze zich vooral goed moeten voorbereiden op het filmen. En ja, ik doe het dus zelf ook niet altijd goed. Want voor deze filmdag, ik ging hier vanochtend heen en ik dacht, oh, kijk nog even naar het script. Want ik had in mijn hoofd dat ik dat had uitgewerkt. En toen keek ik naar het script en dacht ik, oh, ik heb het veel minder goed uitgewerkt dan ik dacht van tevoren. Deze pet peeves video bijvoorbeeld, had ik helemaal niet uitgewerkt. Maar gelukkig was het wel zo dat terwijl ik hier naartoe aan het lopen was, dat ik dacht, ik heb hier wel ideeën over. Maar ja, ik doe dit zelf ook niet altijd perfect. En ik merk dus wel altijd tijdens het filmen dat dat dus extra tijd kost. Omdat ik soms dan wat meer aan het zoeken ben, dat de video's er minder vlot uitkomen. En dat is jammer. Dus als je gaat filmen, zorg dat je goed bent voorbereid. En mijn laatste is er eentje waar ik met heel veel liefde me licht aan stoor. Dat zijn ze op zich trouwens allemaal wel, maar deze wel in het bijzonder. En dat is de special effect overgang. Dat ik bij beginnend filmmakers vaak zie dat als ze twee shots achter elkaar zetten en denken, nou, dit lag niet lekker, dat ze er dan een page peel overheen doen. Ik zal er even eentje laten zien. Kijk, dit is een page peel. Of een crossfade, dat het ene beeld langzaam overloopt. Hoe langzamer, hoe beter in de volgende. En dat dan het liefst bij elk shot naar elkaar. En ik bedoel, ja, weet je, dit heb ik eerder ook al gezegd, maar als je het mooi vindt, doe het vooral. De reden waarom ik er met zoveel liefde naar kijk, is dat ik zo'n gevoel krijg van iemand die net begonnen is met video maken, die misschien net zo'n programma heeft geopend, die al die opties zag staan, die dacht, oh, leuk, dat ga ik allemaal uitproberen. En ik bedoel, ik heb gewoon een heel groot hart voor mensen die net beginnen met filmen. Dan denk ik gewoon alleen maar, yes. Je doet al heel veel dingen goed waarschijnlijk. En dit is misschien een van de dingen waar je over 3 jaar van denkt, oh ja, dat doe ik nu toch anders. Bijvoorbeeld als je onze startersgids gelezen hebt en denkt, oh ja, misschien kan ik dat net even op een andere manier aanpakken. De volgende die ik zeker wil noemen is wanneer mensen greenscreen gaan gebruiken terwijl het niet nodig is. En hier hebben we het al een keer over gehad, want we hebben een aantal video's over greenscreen en we hebben ook een cursus over greenscreen. Dus aan de andere kant, als je houdt van greenscreen, doe het vooral en gebruik onze cursus. Die linken we vast wel ergens hierbij. Maar wat het punt is dat ik heel vaak hoor, zeker van bijvoorbeeld ondernemers, die denken, oh, ik ga een video opnemen voor mijn bedrijf. En dat ze dan zoiets hebben van, dat moet voor een greenscreen. En ik stel dan ook wel eens de vraag als ik die mensen spreek van, ja, maar waarom dan? Wat is de reden dat je een greenscreen wil? En soms hoor ik van, ja, omdat ik eigenlijk geen leuke locatie heb om te filmen, omdat mijn kantoor te rommelig is, omdat ik het netjes wil maken in de video. En dan denk ik allemaal, ja, maar dat vind ik eigenlijk niet goede redenen om greenscreen te gebruiken. En wat er dan achter zit, wat mensen misschien niet weten, is dat het opnemen en monteren van een goede greenscreen video is veel moeilijker dan je denkt. Greenscreen video's gaan er soms een beetje lelijk uitzien. Dat je een beetje groen licht nog krijgt op randen van een gezicht. Of dat het niet helemaal netjes geknipt is door haren die een beetje waar je doorheen kijkt, waardoor je het groen er nog doorheen ziet en zo. Dus een greenscreen video die niet goed gedaan is, kan er heel lelijk uitzien. En dan denk ik, als je zoiets hebt van, ja, maar mijn kantoor is te rommelig. Ja, ruim even het kantoor op. Dat is echt makkelijker dan een greenscreen video goed doen. Of je denkt, ik heb geen mooie locatie. Ja, zorg dan dat je wel een mooie locatie hebt of zo. Bedoel, zelfs in een kleine ruimte kun je nog best wel veel doen om te zorgen dat je een leuke achtergrond hebt. Zet een plantje in de achtergrond of hang een poster op. Of neem een raam in de achtergrond en zorg dat je zelf goed bent uitgelicht met een lamp. Ik wijs daarheen omdat wij daar een grote lamp hebben staan. Dus je hebt best wel mogelijkheden om te zorgen dat ook een simpele ruimte er nog leuk gaat uitzien. Je moet daar gewoon even moeite voor doen. Maar greenscreen is nog veel meer moeite en ook technisch ingewikkelder. Dus als je daar nooit mee geoefend hebt, dan denk ik, ja, beter doe je dat niet. Greenscreen is nuttig wanneer je echt iets anders in de achtergrond wil zetten. Iets waar je niet zelf kunt gaan zitten met je tafeltje en voor de camera. Of omdat je daar dingen wilt laten zien zoals grafieken of animaties, weet ik veel wat je allemaal in gedachten hebt. Dat zijn redenen om greenscreen te gebruiken. Maar niet omdat je gewoon het netjes eruit wil laten zien, dan is het echt een andere manier makkelijker.
nu mag ik er nog eentje vertellen, want ik heb er blijkbaar eentje meer dan Gietje. Mijn laatste pet peeve is dat mensen of bedrijven meedoen aan trends die eigenlijk niet bij ze passen. En ergens snap ik het wel. Kijk, ik heb het bijvoorbeeld over social media. Op TikTok of zo zie je natuurlijk soms trends voorbij komen dat iedereen gaat meezingen met een bepaald liedje of een soort iets geks doen voor de camera, wat iedereen dan opeens doet. En ik vind dat gewoon een beetje stom. Maar goed, dit is echt ook een persoonlijk ding. Want ik begrijp het soms wel. Want als je kliks wil krijgen, hey, je wil een beetje gezien worden op social media, dan kan het wel goed werken om mee te doen aan zo'n trend. Want iedereen doet dat. En dan daardoor wordt je content misschien wel beter bekeken. Maar ik vind het gewoon, ik zou het zelf nooit doen. Ik blijf veel liever bij mezelf en wat past bij mij. Dus ik zou niet zomaar gaan meezingen met een liedje, want ik kan niet zingen, ik wil dit niet. En ik zie het ook wel eens bij bedrijven of zo die dan gaan meedoen met zo'n trend. Of kleine ondernemers bij wie je aan alles ziet in de manier waarop ze in zo'n video staan. Zo van, oh, ze vinden dit helemaal niet leuk, maar iemand heeft gezegd dat ze mee moeten doen aan die trend. En dan denk ik, ach, ja, maar doe het dan niet. Doe het gewoon niet. Ja, dit is ook gewoon een persoonlijk ding van mij dat ik zou dit niet doen. Dus als ik dan zie dat andere mensen dat wel doen met tegenzin, dan denk ik, oh, nee. Ik krijg er gewoon een soort van plaatsvervangende schaamte voor. Goed, doe je ding als je dit wel wil doen. Maar goed, als je dit wel wil doen, dan past het blijkbaar bij je. Dus dan is het ook weer goed. Ik heb het er vooral over wanneer het gewoon niet bij je past. Daarom zie je bij ons ook, bij de videomakers doen we eigenlijk ook nooit echt mee aan trends. Dus ja. Doe ik vaak de rare dingen. Gietje die wil nog wel eens iets geks doen, want die houdt ervan. We hebben ooit helemaal in het begin van dit kanaal hebben we hoe heet die nou? Oh, de video's. De video's. Die hebben offline gehaald. Die is geschaamd. Ja, precies. Goed, ik ga dit toch vertellen. We hebben ooit de video's opgenomen. De video's waren dan video's waarin we een soort van lieten zien hoe je het nu moet doen. Met een soort van knipoog. Het was geinig. Ik herinner me vooral een shot dat je twee benen hier boven de tafel ziet. Ziet wapperen. Maar die video's zijn dus niet meer online, want Gietje vond ze toch niet leuk genoeg. Dus die hebben we ook offline gehad. Dus soms moet je ook dingen proberen. Dat was ook niet binnen het format. Nee, we waren nog aan het zoeken toen ook naar wie we eigenlijk waren als de videomakers. Dus in die zin is het wel goed om af en toe dingen te proberen. Ja, goed. Lang verhaal. Anyway. Blijf bij jezelf. Dat is mijn punt, denk ik. Nou, dat was mijn laatste pet peeve. Maar als laatste wil ik eigenlijk nog wel afsluiten met vertellen dat we eigenlijk helemaal niet zo petpieverig zijn. We hebben niet zoveel irritaties. We hebben niet zoveel dingen waarvan we echt vinden dat iets op een bepaalde manier moet. Omdat we merken nog wel eens dat mensen reageren op onze video's met, oh ja, maar jullie geluid klinkt een beetje te veel als een galm. Of jullie praten te snel. We krijgen heel vaak te horen dat we te snel praten. Sorry daarvoor. En andere dingen. Mensen vinden soms van ons dat we dingen op een andere manier moeten doen. Waarvan we allemaal denken, we vinden het prima zoals het is. En je hebt misschien gelijk, die personen die daar iets over zeggen. Maar we vinden het allemaal niet erg genoeg. Dus daarom doen we er niks aan. We hebben ook gewoon niet alle tijd van de wereld om eindeloos te sleutelen aan deze video's. Om ze helemaal perfect te maken. Want ja, we moeten ook nog werken en geld verdienen om te zorgen dat we dit kunnen blijven doen. Dus we moeten ergens ook keuzes maken in wat en hoe we doen voor dit kanaal. En dat maakt dat we gewoon vrij makkelijk omgaan met de video's die we hier plaatsen. En dat we gewoon bij heel veel dingen denken, ach, het is goed genoeg. De video is inhoudelijk, vertelt hij een goed verhaal. En dat is wat we willen. Dus ja, we zijn eigenlijk juist heel erg niet zo bezig met dingen allemaal perfect maken. En dat vind ik ook wel een belangrijke boodschap om deze video op af te sluiten. Wees vooral niet te perfectionistisch. En accepteer gewoon dat er dingen zijn die niet perfect zijn. Ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Dat je toch nog iets geleerd hebt van deze video. En dat je misschien dingen hebt gezien waarvan je denkt, oh ja, dat vind ik ook irritant. Of als je nou zelf een pet peeve hebt rondom video. Deel die vooral in de reacties hier onder deze video. Want dan zijn we natuurlijk ook benieuwd naar wat zijn de dingen waar jij je stiekem aan ergert. En dan wil ik hem voor nu afsluiten. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.